Op zaterdagavond 21 april 2012 om 18.22 uur 22, botsten, nabij het centrum van Amsterdam, twee passagierstreinen frontaal op elkaar. Daarbij zijn tenminste 190 personen gewond geraakt. Eén van hen is op de dag na het ongeval aan de verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Westerpark, tussen de stations Amsterdam Centraal en Sloterdijk. Bij het ongeval waren een sprinter. En een intercity betrokken. De sprinter reed van Amsterdam Centraal naar Uitgeest. De intercity was op weg van Den Helder naar Amsterdam Centraal. Vanwege werkzaamheden aan het spoor was de dienstregeling aangepast. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Singelgracht moesten treinen in twee richtingen van één enkel spoor gebruik maken. De aangepaste dienstregeling was niet volgens de normen van ProRail. Er was weinig separatie tussen treinen met rode seinen tot gevolg. Om 18.18 .18 uur vertrekt de Intercity van Sloterdijk richting Amsterdam Centraal. In de cabine zijn een machinist in opleiding en een mentormachinist. De machinist in opleiding brengt de Intercity ter hoogte van de zogenoemde Singelgracht aansluiting tot stilstand voor een rood sein. Om 18.20 uur vertrekt de sprinter van Amsterdam Centraal. Gedurende de rit naar de Singelgrachtbrug wordt de aandacht van de machinist getrokken door een trein op een van de sporen aan de rechterzijde van de sprinter. Hij denkt te zien dat deze met slechts één rood sluitsein rijdt in plaats van twee, zoals voorgeschreven. De machinist kan dit niet goed zien en houdt de aandacht bij deze trein. Zo rijdt hij richting Sein 494. Dit zijn is in een bocht net voor de Singelgrachtbrug geplaatst. Bij dit zijn eindigt de rijweg die de treindienstleider voor de sprinter had ingesteld. Dit houdt in dat het zijn bij de nadering op rood staat. De machinist verklaarde echter dat hij had gezien dat sein 494 voor de Singelgrachtbrug geel toonde. De machinisten van de Intercity zien een goederentrein passeren. Als deze trein de wissels heeft vrijgemaakt, wordt zijn 454 groen. Zij passeren het groene zijn 11 seconden nadat de sprinter zijn 494 passeerde. De machinist rijdt over de singelgrachtbrug en blijft ook daarna in de veronderstelling dat het zijn dat hij gepasseerd was geel toonde. Zo komt de sprinter te rijden op hetzelfde spoor waarop de Intercity uit tegenovergestelde richting nadert. Dit baanvak is niet uitgerust met het ATB-VV-systeem, dus de ATB grijpt niet in. Integendeel, de sprinter die nu rijdt op het spoor van de Intercity ontvangt ook het signaal over de toegestane snelheid dat voor de Intercity geldt. De ATB-cabinesignalering verandert zodoende van geel, rekenen op stop, in 60 km per uur toegestaan. Ook de treindienstleider wordt niet gewaarschuwd dat zich twee treinen op hetzelfde baanvak bevinden. De machinist in opleiding van de Intercity ziet als eerste dat er iets mis is en de sprinter zich op hetzelfde spoor bevindt. Samen zetten de machinisten een snelremming in. Vervolgens dachten beide de cabine te verlaten. De machinist van de sprinter is op geen enkele manier gewaarschuwd dat hij in het spoor van de Intercity rijdt. Hij voert de snelheid wat op en kijkt nogmaals naar het sluitzijn van de rechts voor hem rijdende trein. Als de machinist weer voor zich kijkt, ziet hij de Intercity recht op zich afkomen. Hij zet onmiddellijk een snelremming in. Kort daarop volgt de frontale botsing. De onderzoeksraad concludeert. De botsing kon gebeuren doordat de machinist van de sprinter voorbij een rood sein is gereden. Maar dit is niet de enige oorzaak. De dienstregeling was niet volgens de norm gepland, waardoor de hele dag veel rode seinen nodig waren. De verkeersleiding doorzag niet dat door de vertraagde goederentrein een sein voor de sprinter op rood stond. Er was geen automatisch systeem dat de machinist waarschuwde dat hij een rood sein naderde. Ook nadat hij door rood reed, was er geen waarschuwing of ingreep door een systeem. Integendeel, de ATB gaf aan dat de snelheid verhoogd mocht worden. De treindienstleider en overige machinisten werden niet gewaarschuwd voor een rood sein passage. Het sein voor de intercity bleef groen. Zelfs nadat de sprinter door rood was gereden. De onderzoeksraad beveelt aan maatregelen te nemen die tegengaan dat treinen rode en gele seinen tegenkomen. Een conflictvrije planning is de eerste stap om een rood sein te voorkomen. NS en ProRail moeten meer vaart maken met het invoeren van systemen die de machinist en de treindienstleider waarschuwen voor de nadering en passage van een rood sein. Als een trein desondanks een rood sein passeert, moet de trein automatisch worden gestopt. Tevens moeten seinen voor tegemoetkomende of inhalende treinen direct op rood worden gezet.